KRO Nederland 1. Goedenavond. We gaan weer bijna een half uur spelen met cijfers en met letters. Met aan mijn ene kant de kandidaat die u vorige week heeft zien winnen, Jan-Willem de Koning. Ofwel Bill. En zo wil je ook genoemd worden, omdat iedereen dat doet. Mm-hmm. Jij gaat spelen vandaag tegen Trudy Abbenhuis. Dag Trudy. Ja. Je komt uit Nijmegen en als ik me wel herinner, heeft begin vorige maand jouw zuster meegedaan ook. Ja, dat klopt. Jullie hadden je beide opgegeven. Ja. Ja. En mochten ook beide meedoen. Ja. Na een zeer strenge voorselectie. Mm. Ja, dat is uniek. Dat, ja, doen jullie het altijd thuis? Ja, meestal wel. Ja? Ja. Ja. Ja, het is toch een programma waar je eigenlijk, waar iedereen die er naar kijkt meedoet. Hè? Mm. En het op probeert te nemen tegen de kandidaat hier in de studio. Maar ik moet er wel bij zeggen dat je thuis natuurlijk altijd een paar seconden erbij kan smokkelen. En hier is de jury zo verschrikkelijk onverbiddelijk. En ik probeer ook heel erg op de tijd te letten, zoals u zult begrijpen. Je studeert, vertelde je? Ja, ik studeer orthopedagogiek. Wat is dat precies? Ja, dat is vaak heel moeilijk uit te leggen. Vaak zeggen ze orthopedie, iets met voeten, maar dat is het dus niet. Ja, als kinderen thuis vastlopen of op school vastlopen, dan komen ze in een hulpverleningsinstelling en daar zit dan een orthopedagoog. En die kijkt dan wat er aan de hand is, dus een stuk diagnosestelling en dan wordt er een behandeling uitgeschreven. En ja, bij die behandeling heb je ook nog een begeleidingstaak. Dat ja, is een beetje stuk diagnosestelling, wat een ingewikkeld vak lijkt. Ja, nou ja. Ja. Hey, veel succes. Ja. Nog even moeten we kijken naar de reservekandidaat die het volgende week tegen één van jullie beiden gaat opnemen. Meneer Rijkaard, ook succes. En doe maar vast stiekem mee. Wij gaan beginnen met tossen. En Trudy, omdat ze nieuw is, mag zeggen kop of munt. Doe maar kop. Kop. Het is kop. Je mag beginnen met het cijferspel. Eerste rij. Tweede ja, rij. Bill. Derde. Tweede. Tweede. Moet ik nou? Nee. Hebben we er zes? Prima. Caroline, die zet de getallen neer. 10, 2, 9, 50, 4 en 6. 562 en 45 seconden dus de tijd. Dat was hem, Trudy. 562. Vertel het. 50 plus 6. Ja. Maal 10. Maal 10. 560 plus 2. Ja hoor. Dat betekent 6 punten die je krijgt. We gaan door met de letters. Bill is aan de beurt. Goed. Een medeklinker. De L van Lodewijk. Een medeklinker. De S van Simon. Nog een medeklinker. De Z van Zacharias. Nog een medeklinker. De R van Rudolf. Nog een medeklinker. De G van Gerard. En drie klinkers. De I van IJsko. De I van Isaac. En de O van Otto. De tijd gaat in. Thank you.
Dat was de zoemer. Hoeveel letters? 4 letters. 4. Ja, ik ook. Wat heb je? Grijs. Ja. Bijvoorbeeld. Gros. Had misschien gekund. Dat heb ik ook aan gedacht. Ja. Dat moet ik dan niet leren leggen, want dat weet je helemaal niet. Grijs. 4 punten. De stand 4-6. 6-4. Dat maakt niet uit. Trudy, jij gaat door met de letters. Medeklinker. De R van Roos. Nog een medeklinker. Nog een R van Rudolf. Een klinker. De E van Eduard. Nog een klinker. Nog een E van Eduard. Een medeklinker. De V van Victor. Nog een medeklinker. De L van Lodewijk. Oeps. Ja. Nog een klinker. De I. En de laatste. En de medeklinker. En nog een R. Dat was hem. Hoeveel letters? 6. Ja. Ik ook 6. Ja. Lieren. Lieren. Was dat hetzelfde woord dat jij had? Lieren. Er zit geen... Draailieren. Oh, er zit geen N in. Nee. Dat is jammer. Dat betekent dat de 6 punten sowieso naar Bob gaan. Welk woord had jij? Bob. Bill. Sorry. Sorry, ik had liever. Liever. Ja. Ik zelf had viriel bedacht, maar... Je krijgt geen punten voor. Ziet ze Dolstra kijkt alsof hij zich aangesproken voelt? Ja, het is viriel en niet viriel. Viriel, natuurlijk. Gelukkig dat ik niet meedoe. Ja, als je het niet bent, hoef je het ook niet te kunnen schrijven. Precies. Zullen we het daarop houden? Ja. Graag. We gaan door met Bill. Ik mag cijfers doen. En jij gaat de cijfers doen. Tweede rij. Eerste rij. Tweede rij. Derde. Tweede rij. Vierde. Tweede. 8, 10, 50, 2, nog een 2 en nog een 2. Ja hoor, daar hebben we die 0 weer aan het begin. En daar Kenny, dus het gaat over. Ja hoor. Carolien krijgt een lol in. Ja. 634. Dat was een Bill. Ik heb 632. Ik heb hem. Je hebt hem helemaal niet. Nee. Dan mag je het vertellen. Oké. Hoop dat je eruit komt. Ja. 52. 50 plus 2. Sorry. 52, ja. Maal 10 plus 2. Is dus maal 12. Dat is... Ja. 624. 624. Ja. Ja. Dat helpt misschien. Plus 8. Is 632. En dan hebben ze zelfs nog een 2 over. Hebben we dan nog 2 over? Eigenlijk wel. Dat is nou jammer. Dan had je het getal gehad. Dat is het hele getal gehad. Ja. Nou, je verdient er in ieder geval 4 punten mee. Ja. Wat de stand op 10-6 brengt. Nee, 14-6.
En ja, Trudy, jij gaat door met de letters. Medeklinker. De D van Dirk. Nog een medeklinker. De T van Theodor. Nog eentje. De K van Karel. Een klinker. De E. Nog een klinker. Een O. Medeklinker. De V. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Een klinker. Een I en nog één. En een medeklinker. De M van Marinus. Tijd gaat in. Hoeveel letters? Vier. Vijf letters. Welk woord? Dikte. Dikte. Sietse Dolstra knikt goedkeurend. En daarmee is het woord definitief goedgekeurd. 5 punten krijg je erbij. 19-6. En Bill gaat door met de letters. Een medeklinker. De T van Theo. Medeklinker. En nog een T, de TT, nog een medeklinker. De H van Hendrik. Medeklinker. De N. Nog een medeklinker. De K. En drie klinkers. Dan pak ik een E van Eduard. De U van Utrecht. En de I van Isaac. Dat was de tijd, Bill. Ik heb 6 letters. Ja. Kuiten. Kuiten, ja. Welk woord had jij toen je hetzelfde? Ook, kuiten. Ja. Kuiten. Betekent 6 punten voor Bill erbij. Die een beetje aan het uitlopen is. Ja. Wat op zich heel goed is. Toen je moet er een beetje aan trekken. En je krijgt nu de kans, want we gaan door met de cijfers. Eerste rij. Tweede. Eerste rij. Tweede rij. Derde. Tweede rij. Vierde. Ja, dat waren er 6. Vier. 50, 8, 6, 4 en 9. 343. Dat waren ze. Ik heb 342. Ik heb 343. Dan mag Bill het vertellen. Nee, sorry. Ik heb het fout. Je hebt het fout? Ja, ik heb het fout.
Dat betekent dat de 6 punten in dit geval naar Trudy gaan. Ja. Het is jammer, maar waar. Je dacht dat je het had? Ja, ik dacht dat ik het had, maar ik heb ook 342. 344 heb ik. Dus je was een beetje aan het bluffen? Ik was aan het bluffen. Bluffpoker, prachtig woord. Ik kan niet zo snel raden hoeveel letters, vast te veel. 6 punten voor Trudy erbij. Dat brengt de stand op 25-12 in het voordeel van Bill. En jij mag door met de letters. Goed, medeklinken. Nou, dan plakten de twee aan elkaar. De K van Karel. Medeklinker. De N. Medeklinker. Een G. Een medeklinker. En nog een N. Een klinker. Eduard. Klinker. Utrecht. En nog een klinker. IJsko. En je hebt er één over. Oh, sorry. Medeklinker dan. De D van Dirk. De 45 seconden gaan in. Hoeveel letters heb je? Ik heb 6 letters. Ja, ik ook. Duncan. Duncan. Een lage dunk van iemand hebben? Ja, of als ze met basketbal doen erin. Oh, dat heet ook dunken? Dat is een sportterm. Ja, het is een sportterm. Maar ik bedoel dus dunken in de zin van het dunkt mij goed. Ja. Ik weet niet of dat zou mogen, maar... Het is die oude beroemde rij van koppelwerkwoorden die de oudere kijker nog uit het hoofd heeft moeten leren. En daar komt Duncan bij voor. Ja, daar komt Duncan. En Bill die kende natuurlijk dat woord ook, want hij heeft tenslotte Nederlands gestudeerd. En dat komt dan weer even... Maar het rijtje, dat ben ik kwijt. Ja. Het maakt me sterk dat er tegenwoordig zelfs met 3 koppelwerkwoorden worden onderscheiden. Er worden tegenwoordig zelfs met 3 koppelwerkwoorden onderscheiden. Zo is het. Daarom zeg ik, het is voor de oudere kijker. Hè? Juist. Ja. Prima. 6 punten. Trudy. Jij gaat door met de letters. Ja. Medeklinker. De N van Nina. Nog een medeklinker. De G van Geus. Nog een medeklinker. De W van Willem. Nog één. De N van Nico. Doe nog maar één. De H. En 3 klinkers. Dan pak ik de A van Anton. Een I. En een O. Dat was hem. Hoeveel letters? 6. 6. Ik maar 4. Ja. Woning. Woning. Precies. En ik zat mezelf af te vragen of A-woning ook niet goed zou zijn geweest. Je hebt tenslotte een premie A of een premie B-woning, niet? Samenkoppeling. Zet je ook een streepje tussen. Ja. Is nog niet één woord dan, hè? Nee, ja, het had een punt gescheeld. Misschien had je het door de vingers gezien of... Toevallig niet opgelet. Nee, hier, in dit geval had ik dat niet goedgekeurd. Nee, ik merk het alweer. Ja. Betekent wel dat Trudy er 6 punten bij krijgt, wat de stand op 31-18 brengt. En we zijn alweer toe aan het laatste cijferspel. Bill, die mag beginnen met kiezen. Tweede rij. Eerste rij. Tweede rij. Derde rij. Tweede rij.
Tweede rij. Altijd even controleren, Caroline, of het er 6 zijn. 10, 4, 75, 3, 100 en 1. ...284. Ik ben benieuwd, Bill. 285. Ja, ik ook. Ook. Ja, Bill was aan de beurt, dus. 4 plus 1 is 5. 5, ja. 100 min 5 is 95. 95. 3 maal 95 is 285. 285. Ja, jammer. Dat punt. Hij zat er wel in? Hij zat er niet in, jammer genoeg. Ik ben ook op dezelfde manier gaan werken. En dan, jammer. De 1 in gang en dan... Daar moet je bij laten. Ja. Daar is 45 seconden voor. 45 seconden en niet meer. Betekent wel dat je er 4 punten bij krijgt, Bill. Wat de eindstand brengt op 35 voor jou en 18 voor Trudy. Waarbij ik dus weer afscheid moet gaan nemen van Trudy. Niet zonder dat ik weer die enorme boeken aan jou heb overhandigd. Ja, inderdaad. Je hoeft niet samen meer te doen met je zuster nu. Die heeft maand geleden ook al 2 gewonnen. Ja, klopt. 4 van die boeken. Wonen jullie nog in 1 huis of apart? Nee. Gelukkig. Hey, goede reis naar Nijmegen. Bedankt. En bedankt voor het meedoen. Bill, ik geef jou voor de 2e keer 300 gulden. Ja, dat kan ik wel gebruiken. We zien jou volgende week terug bij de laatste uitzending. Dus de 4 zul je niet vol kunnen maken. Goed. Succes vast volgende week wanneer je tegen Frans Rijkaard moet spelen. Ik wil de jury bedanken. Wim Huigen voor de cijfers. Geassisteerd door Carolien van der Kooi. Voor de letters Sietse Dolstra. Tot volgende week. Sietse, neem je boeken ook vooral weer mee. Zeker. Graag, want ze zijn ons van dienst geweest. U zien we hopelijk terug, ook volgende week bij Cijfers en Letters. Goedenavond.